Vanmiddag ga ik penvissen in de polder. Ik gebruik daarvoor een 40 jaar oude Peter Stone holglashengel. Gewoon voor de fun. Het is een 11 voeter, 1¾ stepped up. Dat stepped up wil zeggen dat de binnenwand versterkt is. Het is een heerlijk hengeltje met een snelle top. Maar toch eentje die doorbuigt tot in het handvat. En zoals je ziet, met roestvrij stalen ogen. Ik gebruik een lichtgewicht carbonmolentje, maar dat komt vooral omdat mijn klassieke molens nergens meer te vinden zijn. Hetzelfde molentje gebruik ik als ik in de polder vis met streamers op snoek. Prima molentje, heeft maar één nadeel, de slip is geluidloos. Dat vind ik jammer. De montage is simpel. Met een stuitje en een kraal. En een goed uitgeloden pen. Het laatste loodje houd ik altijd op een centimeter of 20 afstand van de haak. Gewoon om lijnzwemmers te voorkomen als ze beginnen te stofzuigeren. De haak is een Drennan. Startpoint nummer 4, maar ik had ook 100 andere goede haken kunnen gebruiken. Hou het maar op toeval. De maaltijd is voedzaam en visueel aantrekkelijk. Ananasboilies op een bedje van mais. Hier moet het vandaag gebeuren. En dit wordt de basisstek. Een ondiep hoekje waar de hele dag de zon op staat, waar drijfvuil ligt. En waar bovendien een duiker op uitkomt. Die af en toe opgewarmd water uit de polder loost. Dit wordt de aasaanbieding. Ik hoop onweerstaanbaar.
Helaas hebben ze meer belangstelling voor elkaar dan voor mijn aas. Het dobbertje staat roerloos in het water. Grappig, want ze paaien precies op mijn voerstekken. Op allebei mijn voerstekken zelfs. Alleen ja, vissen ze niet bij nu. Even een weekje wachten, denk ik. Precies op mijn voerstek. En weer terug op mijn voerstek. Het wordt nu wel erg druk hier. Dit komt aardig in de buurt van het perfecte uitzicht. Mooi stekje daar in het hoekje. Voor mij mag die ondergaan. En snel. Uit de polder is een mooie vis, maar van de verkeerde soort. Nou, laten we hopen dat er ook nog een paar mooie karpers komen. Het is het perfecte weer ervoor. Deze ga ik maar snel terugzetten.